Lars Veldwijk, had je er zin in vandaag? Nee, tuurlijk. Iedereen wil in de weekenden spelen waar het om gaat. Alleen op dit moment is de situatie zo. En dan moet je die zo goed mogelijk invullen. Alleen ik gaf net ook aan een ander interview, het is best lastig. Ook omdat je in de samenstelling speelt en met jongens waar je eigenlijk bijna nooit mee traint of nog niet mee hebt getraind. Is het wel lastig. En dat zag je vooral in de eerste helft, dat we nog een beetje moesten wennen aan elkaar. Ik had het inderdaad ook vooral over die eerste helft waarin het allemaal niet zo heel erg goed liep. Hoe zit je dan in die kleedkamer in de rust? Je probeert wat dingen recht te zetten, je probeert met elkaar te praten. En de trainer heeft ook wat dingen aangegeven. En ik denk dat het in de tweede helft een stuk beter uitzag. Die tweede helft win je ook met 3-0. Dat zag er in de tweede helft gelukkig wel wat beter uit. En het is altijd lastig om zo'n wedstrijd te spelen. Alleen je moet het voor jezelf doen en ook wel lekker om in 90 minuten te maken. 90 minuten maken, dat is ook alweer een tijdje geleden. Knaagt dat een beetje aan je? Tuurlijk. Ik denk als dat niet aan je knaagt, dan moet je niet voetballen. Ik denk dat iedereen wil spelen en iedereen zijn wedstrijden wil spelen. Alleen op dit moment is de situatie anders. En het was inderdaad een tijdje geleden en dat voelde ik ook wel op het einde. Alleen het is belangrijk dat ik deze wedstrijden wel speel. En ook al is het een oefenwedstrijd, is het dan wel heel lekker dat je hier van het veld stapt met de winnende goal achter je naam? Ja, het is de winnende ook nog, nu je het zegt. Dat maakt niet zoveel uit. Ik ben wel blij dat ik mijn doelpunt meepak. Maar de trainer gaf ook aan, het resultaat is niet belangrijk vandaag. Het is vooral belangrijk dat iedereen zijn minuten maakt. En op een goede manier dat invult. En ik denk dat we op basis van de tweede helft dat wel goed hebben gedaan. Je had het er al over. Heel wat spelers die normaal gesproken niet bij Sparta 1 spelen. Wat vond je van het niveau van de jongens van Jong die erbij kwamen? Die kunnen zeker terugkijken op een goede wedstrijd. De tweede helft was beter, de eerste helft was onwennig. Maar zeker Boyd heeft zich goed kunnen laten zien. En die heeft ook de complimenten gehad van de trainer. En het is altijd mooi als jonge jongens in dit soort wedstrijden wat kunnen laten zien. Heb jij dan ook nog een speciale rol samen met Adil Awassar als toch twee van de meer ervaren jongens in deze samenstelling? Je probeert gewoon met ze te praten van speel een normale wedstrijd en probeer gewoon te doen wat je bij je eigen helft ook doet. Maar ik hoop dat het geholpen heeft dat ze minder zenuwachtig waren, maar dat moet je aan hun vragen. Vrij weekend, wat ga je doen? Ik vertrek morgen naar Spanje. Mijn vriendin moet daarheen voor opnames. Dus ik ga mee naar Gran Canaria voor 3 dagen. Dat is echt een straf, of niet? Ja, ik vind het ook vervelend, maar soms moet de vrouw ook werken en moet ik erachteraan. Succes. Heel veel medelijden uiteraard. Dankjewel.